Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft gisteren ondernemers geïnformeerd over de 16e Expo Caribe 2019 in Cuba. Het evenement wordt van 19 tot en met 22 juni gehouden in Santiago de Cuba. Rowena Verdies, projectcoördinator van het ministerie van HI&T, zegt dat ondernemers de mogelijkheid krijgen om hun producten en diensten in Cuba te promoten. Ze geeft aan wat de voordelen voor de ondernemer zijn als ze meedoen aan de expo. De voordelen die de ondernemers hebben, zijn dat ze onderling je training krijgen. En de onderlinge stimulans van elkaar. Ze gaan daarna zeggen, wat zijn onze barrières geweest? Hoe hebben wij ze weggewerkt? En hoe kunnen we samen verder? Behalve die workshops die er zijn, is het ook zo dat ze een lijst krijgen aan bedrijven en investeerders in Cuba en bezoekers van Cuba. En dan kunnen ze nagaan van wie is geïnteresseerd. En dan hebben ze dan de business-to-business meetingen ter plekke waarbij ze vrijwel kunnen onderhandelen. En behalve die upgrading die ze krijgen, behalve die business-to-business gesprekken die ze kunnen arrangeren, er is afzet. En dat waar ik ze ook mee geconfronteerd is niet dat van het horen zeggen is. Toch is niet dat het ze naverteld moet worden. Ze maken het gewoon ter plekke mee. Want het is gewoon direct, ik wil hem hebben. Wat kunnen we doen? Suriname en Cuba hebben dit jaar al 40 jaar diplomatieke betrekkingen met elkaar, zegt Verdies. Daarom is het belangrijk dat men op de hoogte is waar de band is tussen de twee landen. Wijlen Robin Dobroe-Raveles heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de goede samenwerking tussen Suriname en Cuba. In juli 2014 hebben ze borstbeeld onthuld. En ik ga ervan uit en heel veel Surinamers op Cuba die zijn ervan bewust en die eren het. En Dobroe was ook een diplomaat. En wij dienen het te weten. Wij dienen ons meer te verdiepen in onze geschiedenis. We dienen onze geschiedenis ook te respecteren en zulke helden moeten gewoon blijven eren. Maakt niet uit hoe lang het duurt of hoe lang we het willen doen. We gaan het moeten blijven doen, in elk moment weer. Dat was Rowena Verdies, projectcoördinator van het onderdirectoraat Handel van het ministerie van HI&T. Ze sprak gisteren op de informatiebijeenkomst voor ondernemers over de Expo Caribe 2019 in Santiago de Cuba.